Ik vergelijk het Forum vaak met een dorp. Iedereen kent elkaar en gunt elkaar het beste, maar daagt elkaar ook uit om beter te doen en beter te worden in wat je graag wil. Ik denk dat kleinschaligheid en veiligheid op onze school, dat je dat vooral terugziet in de band die er tussen leerlingen is en tussen docenten en leerlingen. Ik denk dat het grote verschil tussen het Forum en andere scholen is dat leerlingen hier heel zelfstandig bezig zijn met hun eigen leerproces. We kijken naar meer dan alleen de resultaten die leerlingen halen, maar we gaan ook veel meer in op wat heb jij nodig om tot leren te komen. Ja, ze zijn geduldig, ze maken ook best wel vaak grapjes en ze geven op een leuke manier les. La Maison de Briek. Wat vindt u van deze stad? Noem eens drie positieve dingen van de stad en drie grote problemen. Nou, dat zijn meteen stevig. Je kan zo de gemeenteraad in, joh, met zulke vragen. We hebben voor deze school gekozen vanwege de kleinschaligheid, maar zeker ook naast de kennis ook de vaardigheden waar ze hier stil bij staan. Ja, de betrokkenheid, de sfeer, ja, het klopte gewoon allemaal. Zoals ik het zag op de open dag. Zo is het gewoon nu. Dus het gaat heel goed en het is een hele leuke school. Nou, ik vind het leuk hoe ze hier uitleg geven. Het is anders dan normaal. Je hebt ook minder toetsen. Je moet meer opdrachten doen. Voor mij vind ik dat zelf handig, want ik heb veel moeite met leren. Dus je kunt eigenlijk op heel veel verschillende manieren laten zien hoe je die stof hebt binnengekregen. Today, you are going to work on your task. Als ouder is het heerlijk om te zien dat onze kinderen hier met zoveel plezier naar school gaan. Ja, wat kun je nog meer wensen? En nog één ding. Het Forum is een hele leuke school.